fuck you! Het is december. Dus dat betekent dat alle YouTubers elke dag uploaden. Omdat je wel geld verdient in december op YouTube. Ik heb nog een N-video geüpload. Hey, I was busy redecorating my room. Grote hel. Ding is dus. Elke dag een nieuwe video. Vanaf vandaag upload ik dus elke dag. En omdat december is. En omdat iedereen in december leuke cadeaus krijgt. Doe ik in elke video een pakje op. Het eerste cadeau die ik heb is een grote doos die ik heb gekregen met de post. Om een grote doos open te doen heb je natuurlijk een big knife nodig. Daddy's home got some presents for the kids. It's a box. Zo, er staat hier op dat dit nummer 130 van 250 is. Op deze staat er niks van limited edition. Ik heb er nu twee. Yo, thanks Hitman voor de boxes. Deze had ik de Xbox versie gekregen, maar ik heb geen fucking Xbox. Dus als er iemand van jullie deze Xbox game al wil, dan heb ik de PlayStation versie. Amusement ermee. Groetjes, Lucas. Deze zit er in een bril. Dit is zo'n 2030 shit. I don't see shit. We got some boxes. A happy new year. Vanaf nu dus in elke video a present. Om deze video leuk te openen, de YouTube Rewind van 2018 staat online. Het was een leuk jaar. Wel nice dingen op YouTube. Mijn laatste video is ook leeftijdsbeperkt en geblokkeerd in 13 landen. Geblokkeerd in Oostenrijk en zo. Sorry aan mijn Oostenrijkse kijkers. 2018 was een goed jaar. Hoe is die YouTube Rewind? Will Smith. Fortnite. En Marquez Brown. Will Smith, what the fuck? Fortnite, Ninja. Wel goed jaar. There's one thing this video needs. Casey Neistat heeft niks geüpload in 2018. Oké. Okay. Save YouTube. En save your fucking internet. Ik weet niet of veel van jullie ervan op de hoogte zijn, maar als artikel 13 wordt goedgekeurd, dan ben ik niet alleen mijn werk kwijt. Dan zijn de meeste YouTubers hun fucking werk kwijt. En dan is internet gewoon niet meer wat was, snap je? Ik zag dit niet om mijn eigen job te redden of zo. Gewoon niet dat dit een fucking job is, oké? Okay? Ik zou in 2019 gewoon nog altijd leuke video's willen kijken. Ik zou in 2019 nog altijd gewoon memes willen zien en zo. Maar mensen beseffen niet dat artikel 13 niet alleen om mij gaat en om wat ik doe op YouTube. Het gaat echt om gewoon alles wat je ziet op internet. Snap je? We willen niet deze shit. YouTube is er ook zwaar aan het neuken, maar de beslissing van artikel 13 ligt niet bij YouTube, maar gewoon bij de Europese Unie. Als jullie denken dat het een flauw grapje is, Nederland, Polen en Zweden zijn de enige landen in de Europese Unie die nee hebben gestemd. Al de andere landen, inclusief fucking België, hebben ja gestemd voor de goedkeuring van artikel 13. Shoutout mag je de blok. Doe dat great. We zijn dus genakt. Stel je voor, je wordt wakker op nieuwjaar en je wil je Facebook openen of je Twitter of je YouTube en het is gewoon allemaal weg. Het enige wat je ziet op Facebook zijn nog domme statussen van mensen, profielfoto's. Updates. En foto op YouTube. Het enige wat je nog gaat zien zijn stomme vlogs. Zonder geluidjes van iemand anders. Waar je mag niks meer doen. Een soort van versterking van copyrights. Waardoor je niks meer mag gebruiken. Wat niet 100% van jou is. Dat jullie hoe fucked is. Ik denk dat ik geen video's meer kan tonen aan jullie. Die niet van mij zijn. Skull Trooper. I get mad. Dit kan ik niet meer tonen dan. Parodies ga je ook nooit meer zien. Waar blijft nou toch die ene pluk? Dit ga je nooit meer zien. Er gaat nooit meer één parody online komen. Want je mag geen parody meer maken op een liedje die al bestaat. Want het is niet van jou. Nu kan je denken van, yo, ik geef geen fuck om YouTube. Ik kijk geen filmpjes. Ik heb ook nog nooit een fucking parody gaan zien op YouTube. Doe het voor de memes. Ik dacht dat dat grapje was. Dat memes geband gingen worden. Ik dacht serieus dat dat ook gewoon een meme op zich was of zo. Dat dit bullshit was. Dat alles er zo ging uitzien. Kijk, dit is ook bullshit. Het gaat er niet zo uitzien. Je gaat gewoon nooit meer iets zien. Van memes. Je gaat gewoon nooit meer iets grappigs zien. Je gaat nooit meer een rare vorm van satire zien over iets. Want dit... Kijk, dit is een screenshot uit Lord of the Rings. Mag niet. Een screenshot uit een of andere serie. Mag ook niet. Foto van een of andere zwemmer. Mag niet. Foto uit cartoon. Mag niet. Foto van iemand anders. Mag niet. Je gaat niks meer zien van deze dingen op internet. Bakken heel het internet af met domme regels. En nu nukken ze het allemaal. Ik denk dat de Europese Unie niet snapt wat de fuck ze aan het doen zijn. Maar als dit doorkomt, als dit doorgevoerd wordt, dan zijn we allemaal genukt. Dan ben ik niet alleen mijn job kwijt. Dan kan je ook gewoon niks meer doen op internet. Als jij zo'n Snapchat ho hebt die elke maand geld betaalt voor nudies, dat gaat ook niet meer zo zijn. Want dat wordt ook volledig afgeschaft. Doe het niet voor mij, doe het ook voor mij, doe het meer voor jezelf. Er is één petitie op internet die nu echt redelijk viral gaan is en iedereen is die aan het delen. Ik weet niet in hoeverre dit zou kunnen helpen, maar hij heeft al bijna 4 miljoen votes van de 4,5. Kijk, de links staan in de beschrijving, attacken die shit, het is gratis. Het is fucked. I'm about to lose my job, ik ga niet elke dag fucking vloggen. Een video waarin ik een geluidje zou gebruiken die niet van mij is, of een klein muziekje die ik niet 100% own, zou dat gecopyrightstrijkt worden. En dat gebeurt nu ook al, maar het ding is, als je nu gecopyrightstrijkt wordt, dan komt je video nog online en kunnen mensen die nog zien. Dus in 2019 zou dat zo zijn dat mijn video gecopyrightstrijkt wordt voor het kleinste dingetje, dan is die video weg. Staat die video gewoon niet meer online en dan zie je die niet. Hey, Europese Unie. Het is fucking nice.
YouTube heeft het zwaar verneukt in 2018 en dan komt de Europese Unie nog maar het laatste schepje erbovenop om YouTube te killen. Iedereen zegt save your internet, hey fuck, save YouTube. Please. Niemand geeft de fuck om Facebook of Twitter, Tumblr, Snapchat, Instagram, bijtje. Maar YouTube, de... Kijk, ook al kijk je geen YouTubers, ook al fuck je met niemand. Teken die fucking petitie, ik weet niet of het helpt, maar... Stel, alles wordt doorgevoerd en in 2019 wil jij naar een meme kijken. Dan moeten we een fucking opstand komen en dan moeten we een of andere rare staking gooien. Moeten we met alle YouTubers samenwerken voor één keer? Ga ik voor één keer gewoon al mijn problemen opzij zetten, gewoon wel fucken met hen. Samen met Enzo Knol, met de Knol Power Gang, Knol Kan! Dan moeten we samen komen en een gekke staking gooien in Europa tegen deze fucking shit. En ik denk dat het parlement eigenlijk niet weet wat de fuck er aan het gebeuren is. Zelf hoe gek dat zou zijn als we met alle YouTubers gewoon afspreken om op één plek te zijn met iedereen. En iedereen poelt daar gewoon op en er is een rare overbevolking op die plek. Dan komt de politie en shit, maar ze kunnen niks doen. Want iedereen daar staat is minderjarig, had ze allemaal kinderen en zo. Als Enzo Knol al zijn 7-jarige kijkers oproept om te komen en alle andere YouTubers en dat ook, dan kan de politie niks doen. Staan ze daar gewoon bij kinderen die aan het roepen zijn. Ik denk dat jullie de ernst nog altijd niet snappen van hoe erg dat dit is, maar het is meer dan alleen YouTube. Feit dat ik niet alleen stomme selfies wil zien van mensen op Instagram. Porno is al geband op Tumblr. What the fuck, rip Tumblr, man. Het gaat alleen maar erger worden. Ik heb ook al voorzorgsmaatregelen genomen. Ik heb terug een Minecraft server gekocht. Voor de mensen die nu echt geïnteresseerd zijn waar precies in artikel 13 staat. Niemand snapt hier een fok van, want er staan hier geen duidelijke woorden. Privacy plan gets your data protection on course. Het is echt alleen positief voor de hele grote filmbedrijven en de hele grote muzieklabels. Zij gaan hier wel geld aan verdienen, maar al de kleinere mensen, en dan heb ik het ook over de grootste YouTubers en zo. 2019 is het tijd om terug te gaan werken en de lijst gaan werken achter de kassa boys. Wanneer persoonsgegevens betreffende en betrokkenen bij die persoon worden verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkenen bij de verkrijging van volgende informatie. Identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke in voor... In voorkomend geval de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming. Ik snap hier niks van. Dit zijn gewoon verwerkingsverantwoordelijkheden van de functionaris. Alle social media dus een gekke filter over alles moeten gooien waar er gezet wordt. Stel die post voldoet niet aan alle puntjes van de auteursrechten, artikel 13, verwerkingsverantwoordelijke proef. Dan wordt die niet online gezet en dan kan je die niet posten en dan kan niemand die zien. Ik heb ook al een paar opties, dingen die we kunnen doen als het doorgaat. We moeten allemaal alles op de deep web zetten. We moeten gewoon met iedereen van het normale internet naar de deep web gaan. Als artikel 13 doorgaat, dan is de deep web duidelijk wel de place to be. Niet alleen voor kinderporno, ook voor alle andere dingen. Dus ik ga wel kijken of ik een YouTube channel kan maken op de dark web versie van YouTube. En dan ga ik daarop verder met 13 subs of zo. Als jij geen fok geeft om mij, om wat ik doe, of om Enzo Knol, of om gelijk welke andere YouTuber, doe het voor jezelf. Want what the fuck gaan we anders doen? We kunnen niet allemaal op mijn Minecraft server, snap je? Er kunnen maar 20 mensen op. Ready to fight! Fuck hem up! Ik denk dat ze niet goed weten dat je niet fokt met het internet en dat je niet met ons internet fokt. Want al die volwassen mensen hebben hier echt geen aandeel in. Dit is een bericht naar de Europese Unie. En ook een bericht naar de fucking regering van België ofzo. Hey yo, mag je de blok? Hey, we zijn nu zo doorgevoerd naar de derde ronde ofzo. En als dan moet iedereen nog een keer stemmen, denk ik. En als het daar weer goed gekeurd wordt. Check! Doe dat niet. Ik wil nog leuke dingen zien op internet. Ik wil nog kunnen lachen en zo. Ik wil nog dingen tonen die niet van mij zijn. Niemand heeft daar een probleem mee. Als we die porno terug willen op Tumblr. Als je die fucking Snapchat host terug wil. Want 2019 mag niet de ondergang zijn van het internet. Dan is ons leven voorbij, snap je? We leven allemaal op het internet. We hebben allemaal meer tijd op het internet dan in real life. Als ik ga staken in Brussel of zo, dan neem ik wel een mes mee. Dat was wat ik even moest delen. En ik hoop dat jullie de ernst hiervan inzien. Want het gaat niet enkel om de memes of om de video's. Het gaat om alles. Letterlijk alles. Ik wil niet weer alleen foto's zien van mensen. En alleen domme tweets over lijf. Dus denk er eens goed over na. Als je het nog altijd niet serieus neemt, dan mag je nu al beginnen aftellen tot 2019 en genieten van de laatste dagen internet. Ready to fight! Hallo? Dus jullie weten wat jullie moeten doen? Nee, ik weet ook niet wat ik moet doen. We kunnen van 2019 nog een leuk jaar maken. Daarna is het waarschijnlijk echt gedaan, maar alles mij. Nog één jaar, boys. Hey, thanks for watching. Wat vinden jullie van mijn nieuwe kamer? Ik heb allemaal nieuwe dingen. Mijn kleren hangen nu hier. It is nice! Tot de volgende keer! Ik zie jullie een andere keer in een andere video. Peace. En even voor de duidelijkheid, ik weet niet of Fallout 67 een nice spel is, maar deze helm...